er zijn precies allebei. Lorenzo had dan nog iets meer als ik als bijwege, vind ik. Maar flapperig is zo. Hè? Ik heb het nog altijd, zie je? Hé, zeg je? Yo! Beste mensen van schoolleven, mijn naam is Dardo. En dat is Lina. Ik ga met douchen en vandaag gaan we naar mijn ouders. Want er is iets speciaal gebeurd bij mijn ouders. Ik wist niet wat ik zei dat ik mijn Facebook opende. Maar jullie zullen het straks wel zien. In ieder geval, nu douchen en deze camera opladen. Want blijkbaar stond er nog op aan, terwijl ik niet aan het gebruiken was. Kijk, ik kan mannen, mannen. Het haar dat ik nog heb. Ah, kijk eens aan. Mooi. Hoe is dan weer fresh? En anyway, ik ga op een theetje maken voor Lina, want het is aan het studeren. En tijdens het studeren vindt hij dat lekker. Dus ga je dat even maken. Dan gaan we een gameje doen. En als alles goed gaat, dan ga ik binnenkort weer op stream met dat stuur kunnen werken. Want er was iets mis met mijn Euro Truck Simulator. Maar Sico gaat het normaal gezien zo meteen oplossen. Het kan ook passen. Ik ga rappen. En dan gaan we naar favoriete tas doen. Dat is de tas nog van dingen. Van de kerstmarkt. Oh, kijk hoor. Zo. Hup. Waterkoker, niet nodig. Hier, voorzichtig. Dank je. Nog goed studeren, hè? Ja, ik ga het best doen. Oké. Dan gaan wij nu de PC opzetten. Want dat stuur moet eindelijk eens gaan werken. Ik heb dat ooit gekocht, 850 euro betaald. En er zit maar gewoon stof te vangen in de kast. En letterlijk stof te vangen in de kast. Kijk. Even mijn stoel hier aan de kant. Kijk hoe. Poep, daar staat dat, zie. Zo'n Fanatec-stuur met zo'n, wat is dat, 8 newtonmeter, als ik me niet vergis. Dus dat is wel de moeite. Maar ja, als het er in de kast staat, dan kan ik er weinig mee doen. Hè. Dus ga je even werkend maken. Oh, de trein passeerde. Oké, mijn stuur is afgestoft. De sikkel zit in mijn oren, hij heeft alles geregeld. Dus we zijn hier wel lekker aan het rijden, hè, op mijn mooie stuurtje. Hier, kijk eens aan. Woehoe, zie je sikkel. Maar... Het probleem is, Lina is net een vraag moeten stellen. Baby! Wat? Kom je een vraag moeten stellen? Ze is boos. Oh, ik heb een hap aan de kant, Chico. Oké. Wat moet ik doen? Een parkeerauto moeten parkeren. Een parkeer, ik wil een parking zoeken. Hé, ik moet even naar links. Oh! Zie? Filmen en rijden tegelijk, liefje, dat is niet ideaal. Oké, ik ga een parking zoeken. Wat zit er, Chico? Nee, niet op uw gsm zitten tijdens het rijden, dat mag niet. Oké, we gaan een parking zoeken en dan gaan we naar huis. Denk in de vlog live. En ja, kijk eens aan. Mijn nieuwe pul is aan. Of ja, nieuwe pul gewoon. Ja, mijn nieuwe merchandise. Het is niet nieuw. Het is niet nieuw, maar dat is gewoon van Dardo. Trots op. Ik heb een idee! Wat? Ik heb een idee. Hij heeft. Ja, we gaan zo meteen iets checken bij de tuin van mijn ouders. Maar als we dan toch in de tuin zijn, dan heb ik iets leuks. Je bent echt net zoals mijn leerkrachten, weet je waarom? Nee. Ik weet al wat je is. Je bent zo van, oh my god, er is dat gebeurd, maar dan vertel ik volgende les. En oh my god, ik heb dat idee, maar dan vertel ik volgende les. Maar dat is content creëren. En dan moet de mensen warm maken voor niks eigenlijk. Wat doe jij? Ja, dat is echt de A. Mijn leerkrachten doen ook. Die zeggen ja, het gaat over deze cel, maar daar vertel ik later nog wel iets over. Dat is ook dat niet, hè? Allee. Mooi hoofd hoor. Eeuw. Zoals jullie kunnen zien. Mijn camera. Ik heb nog altijd niet genezen, maar dat maakt niet uit. Oké, deur toe. Ja, maar wacht. Ah. Ja, maar liefje. Dit is gek, hè? Pas op. Oh my god. Is dat bloed? Dat kan. In ieder geval, wat heb je dus gedaan, hè? Je de boel, mama! We gaan je de boelen. Je de boel! Je de boel, hè? Dat toch? Oh, wat ben je nou echt moeilijk aan het doen, eigenlijk? Dat is zo, dus pak. Voilà. Zoals je dus net zei, hè? Ik stond niet op camera. Mijn portefeuille is gevonden. 4 januari krijg ik een antwoord. Ja, maar... Van mevrouw Janna. Ja, mevrouw Janna, parle pas néerlandais. Dus we zullen het Frans doen, dus ik doe vertalen.
mondiaal, hè, tegenwoordig, al die technologie. Dus ik vertaal en mevrouw Janna zegt, meneer Jacobs, we hebben jouw portefeuille gevonden, je portemonnee. Maar ja, ik kon jouw telefoonnummer nergens vinden. Dat is het eerste wat ik moest binnendoen. Dat is het eerste wat ik moest afgeven. Dat is het eerste wat ik moest opschrijven met een telefoonnummer voor contactgegevens en al dit shit, voor ik dat ik kabinet mee kreeg. Dus dikke bullshit. Dus ik denk, als ik hier een zaak van maak, dat ik die win. Want dat gewoon een doorstokken kaart is. Maar even. Dat is fraude, hè? Dit is mijn side document. Note. Side note. 4 januari, baby. Het is bijna maart. Ja, de side note is dus dat ik mijn inbox niet heb nagekeken. Dat echt alles is ondergesneden. Niet normaal. Ik heb keiveel mails gekregen. Denk van shit, oei, en die betaling, oei, shit. Ah ja, daar heb ik al een keer een aanmaning van gekregen bij de post en zo. Nu heb ik alles mooi afgehandeld. Dus een van de mailbox is clean. Dus als jullie nu een mail sturen voor een samenwerking of whatever, ik ga hem kunnen lezen. Dus daar ben ik doorgeraakt vandaag. Dat heb ik vandaag zo'n beetje gedaan naast de vlog. Maar dat neemt dus niet weg dat die dus oktober, november, december, bijna 4 maanden later afkomen met de mededeling dat ze mijn portefeuille hebben gevonden. En dat ze mij die willen teruggeven. Dan wil dat toch zeggen dat ze fraude hebben gedaan aan mijn documenten. Want hoe kunnen ze in godsnaam, side note voor de kijkers, met mijn identiteitskaart zwart rijden op de NMBS, ik een boete krijgen in mijn brievenbus van bijna 300 euro van een tweede aanmaning omdat ik mijn brievenbus nooit leeg maak, omdat ik een boete zou hebben van zwart rijden met de trein, met mijn identiteitskaart. En dan 3 maanden later zegt die maatschappij, oh, we hebben een portefeuille gevonden, meneer. Maar wie weet was dat... Wacht. Wie weet heeft er iemand de portemonnee gevonden? Alles eruit gehad en afgegeven. Nee, ja, en kan. Daar dan dingen mee gaan doen en dan nu gaan afgeven. Zou ook kunnen. In ieder geval, er staat dat ze het hebben gevonden in de kabinet. Maar dat is ook dikke bullshit, want dat lag niet in de kabinet. Dat want weet ik je heb niet. Gevlogd. Baby, ik heb gevlogd. Ik heb heel die bus heb ik gefilmd. Ik heb, dat is voordeel van vloggen. Ik heb na het kuisen van die truck, we hebben die truck toch gekuist met zo'n spray, met zo'n die doeken. Ja. Ik heb die truck gefilmd, die portemonnee was nergens te zien. Maar ik kan mij vaak herinneren dat ik die portemonnee heb gepakt en de vlogcamera en alles. En ik denk dat ik dat op de ruitwissers heb gelegd. Snap je? Ja. Daar. Dus dat kun je niet 4 maanden later terugvinden, hè. Ah, nee. Dan vlieg het eraf. Met andere woorden, ik vind dat een heel vaag verhaal. Ik ga daar verder niks mee doen. Ik heb nu, ja, wat is het? Alles. 50, 60 euro kwijt aan nieuwe documenten en zo aan te vragen. Er zit nog een pasfoto in, een foto van mijn broer of zo. En voor de rest gaat daar heel weinig in zitten wat ik nodig heb. Dan mijn bloedgroepkaart moet ik ook nog opnieuw aanvragen. Ja, moet je bloed laten trekken. Die moet ik opnieuw aanvragen. Maar voor de rest is alles oké. Maar ja, dat is een heel raar verhaal. Wou ik even delen. Goed gedeeld, liefje. Dank u wel. Dus we zijn nu onderweg naar mijn ouders. En ik heb nu een soort van doek gebruikt voor de camera. Die blijft wel goed liggen. En binnenkort een anti-slipmat kanaal. Dan kunnen we meer op deze manier gaan filmen en vloggen. En content maken! Ja, ja. Hè? Ja, ja. Oké. Okay. Op naar mijn ouders. Nou, laat ze toe, kom eens, mama. Dus ze is niet blij, hè. Ik moet mijn rommel gaan oppassen. Maar dat is geen rommel. Dat zijn boeken van vroeger. Dat is ongelooflijk. Dat zijn gewoon schoolboeken van vroeger, legerspullen en zo. En dan moet ik dan gaan halen. Allee. Zie. De zolder. Ik heb er geen goesting in, hè. Oh, dat is wel een trapje. Dat is bij mijn papa ook. Ja, kijk. Dan moet dat trapje naar beneden zo. Woehoe. Volgens mij is het altijd zelf een trap. Cool, hè? Dan lasse, zie je dies. Rescue Rangers. Ik ga mijn gsm even neerleggen. Wij gaan dan iets minder soepel gaan leggen. Denk je? Ja. Het gaat toch? Oh my god, dat is groot. Ah ja, heel beneden is ook boven. Wat? Heel beneden is ook boven. Hier, jij moet mij filmen, liefje. Nee, dat doe ik niet, want als de camera valt... Liefje! Oké, dan filmen we zelf, hè. Dat is echt groot. We zouden echt nog kamers kunnen maken, zoals je zegt. Dat is een computerkast. Ja. Meenemen? Ja, wel, maar mee. Ja, meenemen. Maar vind even, zie je hoeveel plaats hier is? Hè? Kijk, en ik moet dat meenemen op mijn fucking appartement. Dan moet je met ons van banden spreken. Allee, liefje. Ja? Dus ik moet dat meenemen op mijn appartement zetten. Dat is ook allemaal nog van en dat is hier, daar, hier wordt niks gedaan. Schoolboeken. Natuurlijk, dat is Playmobil en zo. Nee,
Playmobil, dat blijft hier staan. Dat is geen probleem. Dat is kei veel geld waard. Haar onkel. Ja, maar die Playmobil, maar die Lego, die Duplo, dat blijft allemaal staan. Haar onkel die werkt voor Playmobil. En die zegt dat heel veel geld waard is. Playmobil van de tijd dat we spelen. Maar dat blijft ook hier, dat moet niet weg. Dat kunnen we een korte luisteren. Er liggen 5 Playstations in de bakken. 5 Playstations, denk ik. Playstations? Ah! Game Boys. Van alle formaten. Maar dat niet wegsmijten, zot! Dan zit ik met een korte villa voor mijn zwembad. We zijn al 5 jaar geld op maken. Ja, maar, de Pokémon-kaarten die je hebt weggesmeten, daar kon ik een villa van zetten met een charger. Ik wil nu weten van die smaak, wat mag er van weg en wat neemt er mee? Ja, niks, hè. Want wat je niet meeneemt, gaat weg. Maar nee, dat gaat niet meer, dat blijft hier staan. Nee, dat gaat weg. Ik moet hoesten, want lachen. Gesmijt leeg, gesmijt naar beneden, wat weg mag. Mag weg. Ja, doe maar, grappig. Onder de deuren naar beneden? Ja. Deze, wat is dat? Dat is een statief van de micro, denk ik. Ja, dat is die van de Ruben, die mag niet weg. Van de Ruben, en die staat bij mij in mijn kast. Meenemen. Allee, smet dan naar beneden. Ja, ik kan me net verhuren. Ja, toch gewoon. Verdrijf. Ik heb een feestje gebonden, hè. Ik heb gepaast in, die kan weer net waarschijnlijk. Ja. Dat heb ik toch gezegd, maar... Maar in januari pas. Maar je hebt een moeite niet gedaan met erin. Ja, wel, ik heb die gemaild. In januari hebben ze geantwoord. Nu met een mailbox. En ondertussen hebben ze met zijn pas en zo... Ondertussen met een pas in oktober fraude gepleegd. In januari gaan ze me zeggen, we hebben een pas gevonden. Dat klopt toch iets niet? Die keer is mijn eerste computer, ik was ooit kan die wegsmijten of zo, kan dat ook bijhouden. Dan is er plaats. Die doos van je PlayStation 4. Die mag weg. Er zit niks meer, want die zit er ook niet meer in. Ja, dat denk ik niet dat je PlayStation 4 draait. Dat denk ik niet. Maar ik heb niks. Nee, dat mag ik weg sowieso. Naar beneden. Ja, volgende. Heeft Ricardo ook zo'n stapeltje? Natuurlijk heeft hij ook zo'n stapeltje. Wat is dat? Ricardo heb ik andere schoolboeken al mogen wegdoen. Dat is van een disc draaien en zo. Of, Dat mag weg. Dat mag weg? Ja. Volgende. Dat waren we ook bij. Oké. Oeh. Wat is dat? Ik weet niet goed. Rosso Deluxe Wallet Glass. Ja, dat wil ik niet. Een videokaart. Oh joh! Ze biedt geraken we niet meer beneden. Nou, het is dus van het opgevlogen te zien. Ja, dat is hem wel wat. In ieder geval, maar dat is geen echte videokaart. Oh, Astra 50. Een goede headset. Doei headset. Cool. Een Razer Mamba muis. Maar die zit daar ook niet meer in. Nee, want die heeft het nog staan. Die heb ik nog liggen, dus het zou zonde zijn als ze dat wegsmijten, dan kan ik ze niet meer verkopen. Dit. Helemaal normaal. Cool, hè? Zo. En wat is dat? Cool, hè? Ja, niet normaal. Deze moet wel mee. Ja, maar leg dat toch op. Allee, zie. Moet dat niet, hè? Hier... Wat gaat hij doen? Je bent aan het lachen. Je hebt gewoon... Mama! Zie, je hebt opdracht gekregen van hoge hand. Mama! Ja, Ricky. Ricardo! Het is hier weer chics, hè? Dat gaat, hè? Nee. Het is hier weer chics, hè? Hoe stom is dat nu, Ricky? Dus Ricky heeft de register een hele dag mee komen helpen. Ricky, ik ga, moet... kan die aanslagen, hè? Aanslagen? Ja, dat gaat hij toch niet. Die liggen hier al hoeveel jaren? Ja, en dan naar geld voor krijgen, zeg. Nee, omdat als ik nu een ander uit, dan ga ik direct taxen. Ja. Dat is ook mijn dag tegen de mensen, hè? Oh, ja, ik moest, ja. Nee, ik had een nieuwe auto, dan pas je daaronder. Dat weet ik nog niet, hè. Maar als ik dan een rap en die heeft een lekker vraag, dan heb ik een blok. Ik als gevolgswagen Audi-groep blijft, ja. Geen probleem. Oké, dan houden ze. Ik hou ze bij voor mensen te helpen. Ja. Hé, luister goed. Ik had wel geteld 1552 euro. Kom, joh. Dat is toch... Ja, dat is goed. Doe dat weg. Dat is toch ook ondertussen... Nee, sorry. Op ons mama. Wat staat daar ineens? Grappig. Wacht maar. Leuk, hè? Heel fijn. Oh, en heb jij daar nog dingen van? Nog zakken van? Ik heb die niet. Nee, die zijn kapot geweest. Van wat? Van die lamp. Dat staan er nog van bij u, denk ik. Of van bij onze lenzen. Een van de twee. Nou, we ook allemaal weg, hè? Ik heb een lamp gaan halen. Oei. Ik heb schrik om daarop te komen. Maar waarom moet je ook niet zijn? Dan kunnen we dat allemaal op niet zien staan, hè? Jawel.
al die rommelen weg. Zet ze nu vast gaan. Wat gaat hij doen? Dansvloer maken. Het interesseert me niet. Ik zou een yoga-ruimte maken voor het zen te worden. Nee, maar wacht maar. We zullen het binnen een paar jaar zien, ze. Als jij gebouwd hebt of jij de huis. En ik zeg, ik breng me de rommel naar nu. Jij gaat er ook niet blij mee zijn met al die rommel. Ik ga de rommel binnen een paar jaar naar brengen. Kijk. Als je nu gewoon hier zet, er gebeurt er voor de rest niks. Dan staat mijn rommel hier en dan kan ik die Playmobil smet het nooit weg, hè? Nee, die Playmobil die ga ik niet wegsmijten. Daar heb ik bij. En die Gameboys ook niet, hè? Dat moet je allemaal niet wegsmijten, hè? Ja, maar neem het dan mee. Maar dat is geld. Maar waar ga ik dat zetten? Op een appartementje, op een penthouse? Daar kan ik niks kwijt. Maar eerlijk gezegd, waarom zou je dat bijhouden? Dat zijn dozen met rommel in. Wat dan? Ja, maar dat daar? Wacht, wacht. Dus dit, oké. Dat snap ik. Dat je deze wilt... Dat is allemaal van het leger allemaal, dit, hè? Individuele tactiek, certificaat en DO, dat is gewoon interessant om bij te houden. Nee. Jawel, dat is mijn certificaat van het leger. Ja, oké. Dat zijn mooie herinneringen. Dat zijn mooie herinneringen, maar neemt ze dan mee, hè? Waar gaan we dat wegsmijten? Neemt die mooie herinneringen dan mee? Ik maar moet waar moet ik iets gaan zitten? Ik heb op dit moment... Ik heb geen plaats om het te zetten. Nu, als ik later gebouwd heb, dan heb ik plaats genoeg om het te zetten. Dan maak ik zelfs een bunker om al die dingen te zetten. Mm. Ik heb wel. Ik ga er wel mijn computer kiezen. Wat is alsof ze dat gat bekijken? Ik ga gewoon naar hier. Nee, ik val niet. Allee, wat zit daarin? De computer moet blijven staan. De computerkast moet blijven staan. Ja. Ja, maar dat kunnen we dan toch meenemen? Nee, waar ga ik het zetten? Op mijn living als souvenir. We zijn nu met computer erin. Dat is mijn ding, dat is mijn zetelovertrek. Fysiek. Foei. Maar waarom bekijk je elk doosje? Ja, maar een meter, voor te meten hoe lang mijn bus is. Ik weet niet of dat erin zit. Een meter. Oh, kijk eens. Een anticondensdoek. Dat is voor als je eruit is aangewasseld. Hoi! De rommel is weg. De helft staat er nog, ze. In ieder geval, ik heb gewoon de doos van de lijn mee en al de andere rest heb ik daar gezet. Mission completed. Oké. Okay. Liefje? Ja, ik kan het niet meer aannemen. Jawel. Hier, dat is van Ruben. Ah. Jawel. Uit de Zuks. Ik zie. Uit de Zuks. Zuks gaat al mooi bij de plantjes, dacht ik te zeggen, maar er zijn geen plantjes op dit moment. Maar binnenkort gaan ze een nieuwe beplanting steken, denk ik. Anyway, jullie hebben het eigenlijk al gezien. Ik zei dat ik iets van de tuin moest vertellen. Maar ik ben hier nu in de tuin van mijn ouders. En zij die al lang naar de vlogs kijken, die hebben dit al gezien. Maar normaal is daar een vijver. En zoals je kunt zien is die vijver dus weg. Want de hoofdreden is eigenlijk dat de persoon die dit zelfs gaan zien binnen een bol buikje heeft. En daar zit een kindje in. Het petekindje van mezelf. Dit is het kindje van mijn broer en mijn schoonzusje. En ja, als dat kindje zou vallen in het water, dat zou wel zeer triest zijn. Dus mijn ouders hun voorzorgsmaatregelen genomen. Dat is super lief natuurlijk. En is de vijver weg. Dus dag visjes. De visjes hebben wel een heel mooie plek gekregen. Die zijn zowel naar mijn broer zijn klein vijvertje gegaan, als de grote vijver van de buren. Dus ze hebben wel een mooi plaatsje gekregen. Maar ja, de vijver is weg. Dat is een super raar gevoel, want... Ik heb eigenlijk nooit anders geweten. Ik heb zelf nog meer gegraven. En nu is hij gewoon dichtgesmeten. Super raar om te zien. Maar dat wou ik even zeggen. En ik heb ook Jeu de Boelballen mee, zoals jullie net zagen, om hier te spelen. Maar ik denk, als je daar binnen ziet, het is er veel te gezellig. Die gaan niet komen meespelen. Dus dat is voor de volgende keer. Koekoek! Koekoek! Amai, jullie zijn wel stil. Daar kunnen we van leren, hè, Calippo? Je hoorde niet. Kijk, de Himalaya. Maar ik probeer een gesprek te voeren. Ah ja, een gesprek. Eerst kijk ik daar naar de camera in mijn gezicht. En dan lachen ze weer uit de gang. Ja, zeg, Himalaya zeg. Wat dat er ook kronken zijn? Zie je, dat zijn wij. Oh, cool.
Maar daar lachten we. Dat zijn nou wat dus foto's aan het gaan van broer, je net lekker gegeten. Deze kan ik me herinneren, hè. Zo dat je zo zegt van, ga daar nu eens samen staan, dat kan ik me perfect herinneren. Dat zijn sommige flitsen. Allee, perfect. Ja, precies. Hey. Cool, hè? Oh, zie die krolletjes. Zo mag de kleine er ook uit. Ja. Wat is dat niet dat ook? Dat is het, hè? Dat is ook niet helemaal anders. We hebben zo precies allebei. Lorenzo had dan nog iets meer als ik als baby, vind ik. Maar flapperig is zo. Hè? Ik heb het nog altijd, zie je? Hé, Zeneki? Als ze bereid is, dan vraag je zo. Heeft hem haar of heeft hij geen haar? Zeg hem anders nog terug. Zeg hem nog terug dan. Moet ik hem niet hebben. Wat? Ook gaan we met Fenke moesten doen. Nee, doe die oren maar. Hoe is dat? Ben ik dat? Hey, ik ging blokken met een Ben Krabbe. Goed, kijk. Hey. Ja, ja. Dat waren we nog eens voor jongens. Zie je, dat is een leske. Schattig, hè? Hier zag wel dat ze goed antwoorden. Hier. Oh, ja, Marcelleke. Ja. Hey, wat gezien? Wat gezien? Hé, hey, Ricky. Hey, toen waren we het. Wow. De patsers van de hoop. De mannen waren ontslaar in een 30-10. Dag papa, joejoe! Joejoe! Flexi biceps! Yay! Zalig! Alsjeblieft, liefje. Ja, losse. We gaan mogen koersen. Ja, koersen. Mijn papa met zijn derde t-shirt, die mijn zes smaak ze. Oké, het was super lekker, het was fijn. We moeten ons haasten, want Lina die moet om 9 uur een call doen met de meisjes. En we moeten nog overraagd. En we moeten nog overraagd naar huis. Ja. Toedeloe. Zo, dan zijn wij. Loes, niet een auto. Met die kroep. Nee, niet met die kroep in een auto, liefje. Dan is dat hier zo'n beetje vol met van die kraanhokken. Zet dat maar thuis straks. Oké? Oké. Het was leuk om Ricardo en Sidney nog eens te zien. En jouw ouders. Dat was leuk, hè? Maar Ricardo en Sidney was nog langer. Ja. En mijn oma en mijn meter moet ik echt eens naartoe. Dat is echt al... Wat? Ja, dat heeft je ook nog niet gezien. Oma, dat is al meer dan een jaar geleden. Schaam je. Meter ook. Ja. Die hebben deze auto zelfs nog nooit gezien. Ja, die hebben deze auto nog nooit gezien. Ik heb die auto al jaren en half. Amai. Is hij iets om trots op te rijden? Nee. Ik kwam naar huis rijden. Ik kwam naar Wezen maar rijden. Dat is toch niet thuis, niet? Ja, nee, nu niet meer. Maar je weet wat je bedoelt. Ja. Maar een jaar en een half heb ik die auto en ik heb inderdaad ik heb die auto nog nooit gezien. Misschien wel een keer een tijd om langs te gaan dag te zeggen. Mm-hmm, ja, we kunnen de planning in maart eens bekijken. Dat gaan we doen. Ik was aan het editen en ik had dus door dat ik geen einde van de vlog had gefilmd, zoals je er nogal wel vaker voor hebt. Dus ik heb net gestreamd, het is een hele andere dag. Om heel eerlijk te zijn, het is dinsdag. De dag voordat de vlog live komt. Dus dikke merci om te kijken naar deze vlog. Hopelijk vond je het leuk. Dan een duimpje omhoog. Laat weten in de reacties wat je ervan vonden. En ik ga nu genieten. Samen met Lina. Van deze geweldige wraps. Met broccoli, guacamole en kip. Net naar de gym geweest trouwens. Al 2 dagen. En ik voel me veel beter. Dus bij deze. Volgende week gaan we er meer over spreken. Maar ik hoop je ervan hebben genoten. Zoals ik zeg. Duimpjes omhoog. Reacties. En zoals ik altijd zeg, flex de biceps en joejoe! Welkom bij de Dart of M. Schuif maar aan en join de chat. Welkom.